Mijn naam is Barry van Kampen, Technologist Security bij ITQ, en ik neem jullie vandaag mee in de wereld van Kakbot. Al eerder heb ik jullie ooit verteld hoe ransomware in elkaar zit. En er zitten een aantal fases in ransomware. En in die eerste fase proberen criminelen uiteindelijk op je systeem binnen te komen. En Kakbot is inderdaad een van die eerste fases en die eerste aanvallen die je als gebruiker nou, in ieder geval voor je kiezer kan krijgen. En de afgelopen week kreeg ik eigenlijk een hele interessante casus voor me kiezen, en ik wil jullie daarin meenemen om een beetje te begrijpen hoe dit soort aanvallen werken. Veel gebruikers krijgen e-mailtjes binnen met bijvoorbeeld linkjes waar je op moet klikken. Maar tegenwoordig is dat ook een tandje anders, want je ziet dat dit soort linkjes ook wel door e-mailsystemen worden geanalyseerd. En afgelopen week kreeg ik een mailtje binnen met daar eigenlijk een attachment, een bijlage, een bijlage van een webpagina. En het leuke van die webpagina was, die was gewoon als een bijlage eraan toegevoegd. Dat was gewoon een bestandje. En op het moment dat je uiteindelijk inderdaad gewoon met je muis daarop klikte, ja, dan werd er vervolgens werd er een pagina geopend en die pagina die zag eruit alsof je een download aan het uitvoeren was. En vervolgens, die download, die gaf vervolgens een zip aan. En het leek uiteindelijk een zipfoutje. Nou, dit kan natuurlijk gewoon heel legitiem zijn, want op het moment dat jij inderdaad een mailtje binnenkrijgt van: van hey, ik stuur je een bestand op en je krijgt een download erin, dan is dat tegenwoordig ook gewoon een functionaliteit die wel weer wordt gebruikt. En daar maken aanvallers natuurlijk gewoon lekker misbruik van. Maar als je gaat kijken hoe dit technisch in elkaar zat, dan was dat eigenlijk best wel vernuftig. Want dit bestandje, als je daarna letterlijk naar de inhoud ging kijken, dan was dat eigenlijk niet alleen een linkje. Nee, alles zat eigenlijk al in dit bestandje. Er zat namelijk een JavaScript in. En dat JavaScript ja, die was in staat om uiteindelijk een stukje actieve code te genereren ja, die vervolgens die download aanbood. Dus echt de code zeg maar, die in die zipfile zat, die zat al in dat hele, uh, dat hele bestand. Die zat daar al in inwezig. En nou, sommige antivirus systemen zien dat niet. Want dit is allemaal actief, dit ziet er heel anders uit. Het is niet zo dat dat zipje er direct in zit. En nu, maar dit was hem nog niet. Dat zipje ging nog een stapje verder. Op het moment dat je dat zipje opende, dan zat daar weer een ander bestandje in. En dat was een LNK-bestand. Eigenlijk ook wel bekend als een zogenaamde shortcut of inderdaad een snelkoppeling. Windows gebruikt dat inderdaad om makkelijk dan bijvoorbeeld inderdaad ergens een programma te openen of ergens op een andere plek terecht te komen. Alleen als je dan vervolgens naar het LNK-bestand weer ging kijken, dan stond daar weer andere commando's in. In dit geval stonden er echt letterlijk inderdaad MS-DOS-commando's in. Die vervolgens een download gingen doen. En hier was eigenlijk het eerste moment dat er vervolgens, inderdaad, pas een internetverbinding werd geopend. En daar kwam uiteindelijk, inderdaad, de echte malware vandaan. Nu. Dus heb ik best wel een hele grote, grote tekening gemaakt van heel veel verschillende stappen naar uiteindelijk hoe malware werkt. En daar waar je vroeger hier op een linkje klikte en volgens kreeg je meteen een download van, uh, van malware, zat het tot nu toe eigenlijk volledig nog in je computer. En op het moment dat we naar het internet gingen, zit je pas op dit hele groene deel. Nou, waarom is dit nou interessant om te weten? Is dat als aanvallers eigenlijk met dit gedeelte al in je computer zitten en eigenlijk alleen maar in dat staartje nog afhankelijk zijn van, van ja, nou het, het internet, dat betekent dat je al heel veel kan voorbereiden als een, als een aanvaller in de hele, hele opdracht van, uh, van malware. En uh, dit is heel erg interessant, vind ik, want je ziet namelijk dat er hier heel veel verschillende gedragingen zijn. En hoe kan je je nou als gebruiker daar nou tegen beschermen? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar dan moet je wel de juiste tools voor inzetten. Want dit is eigenlijk allemaal functioneel gedrag. Even nadenken, een e-mail waar een bijlage in zit, dat kan nog heel normaal zijn. Maar een e-mail waar een HTML-bijlage in zat, waar een actieve code in wordt uitgevoerd, is misschien eigenlijk überhaupt de vraag van hé, hey, is dat normaal gedrag? Zeker als die code dan vervolgens ook nog een zip weet te maken, waar een link in zit, waar een command in wordt uitgevoerd en vervolgens dan pas een download wordt gedaan. Nou, dit is eigenlijk de stap waarom je eigenlijk moet nadenken over een volgende generatie antivirus Die uiteindelijk inderdaad alleen maar ja, hier van toepassing is. Want die controleert alleen maar een bestandje. Maar die controleert niet wat dat bestandje doet. Die controleert niet uiteindelijk of er een download wordt geconstrueerd of dat er inderdaad een zip wordt gemaakt. Antivirus is hier helemaal niet aanwezig. Maar op het moment dat je uiteindelijk een next-gen antivirus zoals Carbon Black bijvoorbeeld gebruikt. Die kijkt uiteindelijk naar het hele gedrag van het apparaat. Ja, en die denkt uiteindelijk inderdaad hiervan, nee, ik ga je hier alvast gewoon lekker tegenhouden. Nou, het is een hele mooie whiteboard geworden met heel veel informatie. Ik hoop dat jullie er iets meer van begrijpen van hoe malware tegenwoordig werkt. Ja, het is tegenwoordig best wel ingewikkeld. Je ziet dat er echt wel heel vernuftig wordt nagedacht door aanvallers. En daar moet je inderdaad wel op anticiperen. Wil jij nou meer weten over van hoe je de next-gen antivirus kan implementeren? Dan nou, neem dan contact met me op en ik praat je graag bij. Dank je wel.